Dat een zeer eervol beroep. Maar King wilde vanaf de kansel meer bieden dan geloof en troost in moeilijke tijden. So somehow this morning we wonder, where is God? While hundreds and thousands of his children suffer merely because they are desirous of having freedom and human dignity. Hij wilde altijd al een einde maken aan de verdrukking van zwarten, maar hij zou heel Amerika veranderen. He said in so many words that there is a different way, there is a better way. He wanted to create a truly interracial democracy in America, to create what he called the beloved community, where we can forget about race and color. Als predikantenzoon had King een relatief welvarende jeugd. Hij studeerde in Atlanta, maar promoveerde in het noorden. Daar maakte hij kennis met Mahatma Gandhi's leer van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij realiseerde zich dat deze leer zich goed leende om een einde te maken aan de discriminatie in het zuiden van de VS. Deep down in our non-violent creed is the conviction that there are some things so dear, some things so precious, some things so eternally true that they're worth dying for. En wie de brute realiteit van de zuidelijke wetgeving aan de kaak wilde stellen, deed dat altijd met gevaar voor eigen leven. King's eerste opstand was in 1954. Hij was toen predikant van een baptistenkerk in Montgomery, Alabama. Die kerk had een unieke plaats in de zwarte gemeenschap. In the deep south, if the Negro has something to say, he says it in church. Down here, he has no social organization, no political power. The church is his only forum. In 1954 verbood het Hoge Rechtshof de rassenscheiding in scholen. Maar King en vele zwarten met hem vonden dat de strijd om gelijkberechtiging veel verder diende te gaan dan alleen de scholen. Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger. At present, we are in the midst of a protest, the Negro citizens of Montgomery, representing some 44% of the population. De zwarten hadden al eerder geprobeerd bussen te boycotten, 2 jaar eerder bijvoorbeeld in Louisiana. Maar toen hadden ze Martin Luther King nog niet en dat voorval trok niet de aandacht van het nieuwe medium televisie. Op het huis van King werd een bomaanslag gepleegd. Zijn vrouw en baby ontsprongen maar net de dood. King werd ook nog gearresteerd, waarbij de aanklacht luidde het belemmeren van het vrije ondernemerschap. De strijd voerde tot in het Hoge Rechtshof, dat zonder enig commentaar de aanklacht seponeerde. Dit was de eerste grote zegen voor Martin Luther King. This mandate expresses in terms that are crystal clear that segregation in public transportation is both legally and sociologically invalid. The year-old protest against city buses is officially called off. King kwam uit deze strijd tevoorschijn als een held voor Zwarte Amerika. Maar wat nog belangrijker was, hij kreeg hiermee nationale bekendheid. De busboycott van Montgomery was de eerste fase in de burgerrechtenrevolutie. King en de zijnen hadden hun vertrouwen gesteld in de rechtbank om onrechtvaardige wetten te schrappen. So we see every day that even though the law may not change the hearts of men, it does change the habits of men. And when you begin to change the habits of men, pretty soon after that the hearts will be changed, the attitudes will be changed. Maar het aanvankelijke enthousiasme naar aanleiding van het succes van de busboycott was inmiddels tanende. Zo negeerden plaatselijke overheden gerechtelijke verordeningen. Daarom besloten veel jonge mensen, veelal studenten, tegen de rassenscheiding te protesteren door gebouwen te bezetten. King besefte al snel dat hij de steun van de jonge zwarten zou verliezen als hij deze vorm van protest niet openlijk steunde. Tegenover vrienden had King vaak de woorden van Gandhi geciteerd: daar gaat mijn volk, ik moet bij hen zijn, want ik ben hun leider. We will never again accept segregation because it is an evil system.
In het voorjaar van 1963 vond hij het perfecte strijdtoneel voor zijn strategie. Het Birmingham van Bull Connor. I have a feeling that if we can get a breakthrough in Birmingham, it will demonstrate to the whole South, at least the hardcore South, that it can no longer resist integration. The sad part about it, the niggers that live here are not involved at all. This is outsiders coming in. King werd er gearresteerd, maar dit keer werd hij niet op borgtocht vrijgelaten. 9 dagen werd hij vastgehouden. 5 jaar later, enkele maanden na de dood van haar man, vertelde mevrouw King in een interview dat dat een beslissende tijd in hun leven was. I remember Easter of 1963, when my husband was jailed in Birmingham, and I was very depressed. But somehow that was the most meaningful Easter that I have ever experienced, because, you know, Easter is a time of suffering, but it's creative. You know, if it can be creative suffering. Uiteindelijk won het niet aflatende geweldloze protest van King het van de waterkanonnen en politiehonden van Bull Connor. Met de demonstraties van dat voorjaar bereikte King een aantal van zijn doelen. Amper 3 maanden na de euforie van de mars naar Washington werd president Kennedy vermoord. En sommige zwarte leiders vreesden dat de wet op de burgerrechten met hem ten onder was gegaan. Ze hadden argwaan voor de opvolger van Kennedy, Lyndon Johnson, de eerste zuiderling in het Witte Huis in bijna een eeuw. Maar Martin Luther King uitte zich in optimistischer bewoordingen. President Johnson has made it clear to me in private conversations that I've had with him in the last few months that he is committed to civil rights generally and to the civil rights bill in particular that is now before Congress. Op 2 juli 1964 zette president Johnson zijn handtekening onder deze historische wet. De roem van Martin Luther King kende geen grenzen. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. Daarna richtte King zijn aandacht op de volgende fase in de strijd om de burgerrechten. Hij zette een grote campagne op om zwarte kiezers te laten registreren. Then if they don't listen once more, we will dramatize this whole situation and seek to arouse the conscience of the federal government by marching by the thousands on places of registration all over this state. Advance toward the group, see that they turn around and disperse. En zo werd het plaatsje Selma tot een nieuwe Birmingham. Their cause must be our cause too. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome. President Johnson tekende onmiddellijk de wet op het kiesrecht, waardoor zwarte kiezers voor het eerst politieke macht in het zuiden kregen. Het was een mijlpaal voor de burgerrechtenbeweging. Juni 1966. James Meredith, de zwarte student die 4 jaar daarvoor de rassenscheiding op de Universiteit van Mississippi had doorbroken, werd neergeschoten tijdens een protestmars naar Jackson, de hoofdstad van de staat. Prompt kwamen op die plek Martin Luther King en honderden anderen samen om de mars voort te zetten. We will continue the march. We will take up at the point where Mr. Meredith was shot, and then we will march into Jackson.
Wat was begonnen als een eenmansmissie groeide uit tot een enorme betoging, waarbij de hele burgerrechtenbeweging betrokken was op twee organisaties na. De NAACP en het Nationaal Stedelijk Verbond vonden een manifest dat door de anderen was ondertekend veel te kritisch ten opzichte van president Johnson. Deze splitsing zou uitgroeien tot een ware kloof. Het manifest mocht voor de conservatieve zwarte groeperingen dan te kritisch zijn geweest. In de ogen van het steeds feller wordende, maar nog altijd geweldloze studentencomité was het veel te mild. Every courthouse in Mississippi ought to be burned down tomorrow to get rid of the dirt and hair. Now from now on, when they ask you what you want, you know what to tell them. What do you want? What do you want? What do you want? That's what we gonna get. I'm not gonna allow anybody to pull me so low as to use the very method that has perpetuated evil throughout our civilization. I'm sick and tired of power. I'm tired of the war in Vietnam. I'm tired of war and conflict in the world. I'm tired of shooting. I'm tired of hate. I'm tired of selfishness. I'm tired of evil. I'm not going to use violence, no matter who says it. Maar de geest was uit de fles. Tussen 64 en 67 braken er steeds weer rellen uit in zwarte wijken van Los Angeles tot New York. King legde zich toe op ingewikkelde zaken als banen en huizen. Do you know that Chicago has an open occupancy bill? It's written on the books of Chicago. And what has the city of Chicago done to implement that bill? Absolutely nothing. It was just something to play with people. That's the son of a... right up there. And so Chicago moves into another tense and difficult summer night. But not just Chicago. For the fact is that the traditional Negro leadership, the men of CORE and SCLC, of SNCC and the NAACP, these men confess they are not sure they can control the bitterness and the frustration rising now among Negroes in 40 cities of the North. The fuse is lit. There is no intent here to cry danger where there is none. Rather, there is the need to tell America again what frustration, bitterness, and envy lie not very deep beneath the surface of this affluent society. Those who will make this peaceful revolution impossible will make a violent revolution inevitable. King brak met de voornaamste stroming binnen de burgerrechtenbeweging door zich tegen de Vietnamoorlog te verklaren. I think the existence of the war in Vietnam does much more to weaken the civil rights movement than my standing against the war in Vietnam. President Johnson, die vond dat hij een politiek risico had genomen met zijn burgerrechtenbeleid, voelde zich verraden door King. In het openbaar kwam King vermoeid over, maar privé was hij een ander mens. He didn't make freedom or justice or religion something that wasn't fun. He lived and enjoyed life. He laughed a lot. When he laughed, he'd practically fall out of a chair. He'd laugh so hard. En het was zijn privéleven dat hem in de problemen zou brengen. FBI-directeur J. Edgar Hoover, op zoek naar banden tussen King en de communisten, liet afluisterapparatuur installeren in Kings kantoren en in de hotels waar hij vaak kwam. King bleek nogal eens vreemd te gaan. Praktijken die zijn reputatie later zouden schaden. Maar hoewel hij in zijn laatste jaren gebukt ging onder bittere twisten binnen de burgerrechtenbeweging, bleef King actie voeren voor datgene wat hem zijn hele carrière had gedreven: het verbeteren van de sociale en economische positie van zwarte Amerikanen. En met dit doel voor ogen kwam hij in het voorjaar van 1968 naar Memphis. Daar hadden stakende arbeiders om zijn steun gevraagd en zoals altijd stond hij klaar om te helpen. Black power! Black power! But the peace was soon broken. Within minutes, some of the Negro youths broke ranks and began shouting and breaking windows. Some of Dr. King's supporters shielded him from the violence and hustled him into a waiting car. He left the area.
Daarmee zijn we aangeland op 3 april en bij de laatste toespraak van zijn leven. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. We have information the king has been shot at the Lorraine. They have the weapon in front of 424, and the subject ran south on Main Street. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Police have issued an all-points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene. I turned around and went back to where he was, and he had fallen backwards. And the wound was in this area here. On the right side of his jaw? Yes, I suspect it was the right side. And it had torn away the necktie from his shirt. Did Dr. King say anything? He didn't say anything. He didn't say anything at all. Police here are checking for tire marks. It was believed a white Mustang sped away from this spot. Senator Kennedy learned of the death on arriving in Indianapolis. He went directly to a scheduled rally in a Negro neighborhood where he offered a eulogy and asked for prayer. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and distrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King, who lived by nonviolence. Washington, Chicago, Detroit, Boston, New York, these are just a few of the cities in which the Negro anguish over Dr. King's murder, presumably by a white man, expressed itself in violent destruction. The white people do not know it, but the white people's best friend is dead. The black people's leader, our Moses, the once in a 400 or 500 year leader, has been taken from us by hatred and bitterness. Meet my day. I don't want a long funeral. And if you get somebody to deliver the eulogy, tell them not to talk too long. And every now and then I wonder what I want them to say. Tell them not to mention that I have a Nobel Peace Prize. That isn't important. Tell them not to mention that I have 300 or 400 other awards. That's not important. Tell them not to mention where I went to school. But I'd like somebody to mention that day that Martin Luther King Jr. tried to give his life serving others. I'd like for somebody to say that day that Martin Luther King Jr. tried to love somebody. I want you to say that day that I tried to be right on the war question. I want you to be able to say that day that I did try to feed the hungry. I want you to be able to say that day that I did try in my life to close
those who were naked. I want you to say on that day that I did try in my life to visit those who were in prison. I want you to say that I tried to love and serve humanity. Yes, if you want to say that I was a drum major, say that I was a drum major for justice. Say that I was a drum major for peace. I was a drum major for righteousness. And all of the other shallow things will not matter. I won't have any money to leave behind. I won't have the fine and luxurious things of life to leave behind. But I just want to leave a committed life behind. And that's all I want to say. If I can help somebody as I pass along, if I can cheer somebody with a word of song, if I can show somebody he's traveling wrong, then my living will not be in vain. In juni 1968, twee maanden na de moord, werd in Londen ene James Earl Ray gearresteerd en beschuldigd van de moord op King. Ray, een ex-gedetineerde, bekende en werd veroordeeld tot 99 jaar gevangenisstraf. De morele passie van Martin Luther King en zijn gave om anderen te inspireren met zijn buitengewone welbespraaktheid hebben in de Verenigde Staten een onuitwisbare indruk achtergelaten. Zijn vroegtijdige dood zorgde voor een leegte in de Amerikaanse geschiedenis die eigenlijk nooit is opgevuld. Net als Washington en Lincoln was hij een van die zeldzame Amerikanen die in de context van hun tijd met recht onmisbaar genoemd kunnen worden. Dit was